Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 4 april. Het is een mooie lentedag vandaag in Nederland. Op veel plaatsen schijnt de zon en er zijn alleen wat stapelwolkjes op de satellietfoto. Is dat mooi te zien? Ook aandacht voor Zeeland, want daar zit wel wat meer bewolking en daar is het vrij grijs. Ja, momenteel temperaturen die toch wel oplopen richting de 15 graden landinwaarts, lokaal zelfs nog wat warmer. Maar aan zee is het door een noordwestenwind beduidend frisser, daar maxima tussen de 9 en de 11 graden vanmiddag. Nou, vanavond en vannacht krijgen we te maken met meer bewolking. Die komt vanuit het noordwesten binnenschuiven. En die bewolking die bepaalt ook morgen grotendeels het weerbeeld. Op de weerkaart is dat allemaal wel goed te volgen. Er komt namelijk een stevig hoge drukgebied te liggen richting de Britse eilanden. En dat hoge drukgebied dat zorgt voor een noordwestelijke stroming. En met die noordwestelijke stroming wordt vrij koude lucht aangevoerd. En daardoor zal de maximumtemperatuur de komende dagen een stuk lager liggen. Nou, ook daarbij dus die wolkenvelden. En donderdag verandert er nog niet zoveel in het weerbeeld. Ook dan zien we vrij veel bewolking met soms wat zon en temperaturen die niet al te hoog zullen zijn. Nou, vanmiddag hadden we dus die mooie hoge temperaturen nog van zo'n 15-16 graden landinwaarts. Vanavond is het tijdens zonsondergang een graad of 12. En vanuit het noordwesten zien we dan langzaam maar zeker die bewolking toenemen. De wind die wordt noordwestelijk en is zwak tot matig en die zal morgen verder gaan aantrekken. Vannacht daalt het minimum, of de temperatuur die daalt naar zo'n 4 tot 6 graden. Het minimum dus tussen de 4 en de 6 graden. En daarbij een noordwestenwind die wolkenvelden aanvoert en het kan ook wat nevelig worden. Misschien op een enkele plek zelfs wat mistig, want de aangevoerde lucht die is vrij vochtig. Morgen ook wolkenvelden, ook af en toe zon. En de temperatuur die loopt dan op naar zo'n 10 tot 12 graden. Mogelijk in Limburg lokaal nog 13 graden. Ook is er kans op een enkel spetterbuitje, maar veel stelt het niet voor. Vooral die noordwestenwind maakt het in de kustprovincies toch wel erg fris. En dan de dagen erna. Nou, er verandert in eerste instantie nog niet zoveel. Want donderdag wordt het ook nog maar een graad of 10, 11. Vanaf vrijdag zien we het kwik langzaam weer wat stijgen. En op zaterdag kan het al zo'n 15 tot 16 graden worden. En als we dan ook nog eventjes naar de pluim kijken, dan zien we toch wel een opvallende uitschieter voor de zondag. Want dan zou het in het midden van het land wel rond de 18 graden kunnen gaan worden met flink wat zon. En in het zuiden van het land is het goed mogelijk dat we boven de 20 graden gaan uitkomen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.